Een Inca-tempel van aardappelkratjes voor de godin van de aardappel. De repetities voor de voorstelling Axo Mama is in volle gang. In het stuk wordt het thema van de Beeldse aardappelweken, footprint, hoe duur, hoe duurzaam, op humoristische wijze belicht. Wij hebben heel erg verwaken in de vaststelling is dat het uiteindelijk net door de politiek gaat. Hè, waar het nou zo'n hele soort omdraait. De politiek, het hele stikstof, dat soort dingen. Daar is Victor in Cyril natuurlijk wel met waande. Maar we litten het antwoord op wat is nu uiteindelijk het beste. Maar je toch richting de gentechnologie of maar je het echt doen het loon of de natuur onlitten. Litten we echt in het midden. En daaromheen bouwen ze maar het sprookje van Axo Mama. Absurdistisch, meestal een heerlijk lijstje. Het is een heerlijk humoristisch stik. En het gaat over deze thema's, deze zwiere thema's. Maar heel lichtvoetig en dertrek behapbaar. Dus niks politiek. Daar blijven we echt van wij. Ja, jij bent Mary, aardappel Mary, met een aardappelverstand. Jij bent een meisje, aardappel meisje, met een kunstmatig verstand. Acteur Plantinga speelt Victor, een veredelaar die in een aardappel verandert. Ja, hoe zou jij je voelen als je mij was gehaald? Nou, als een eerboel, denk ik. Oh, ja, lach maar om. Er is iets misgegaan. Ik weet dat ik bellen wat voor de rol dat ik zei, god, wat voor appel was gaan? Borger, een Eigenheimer, Irene of Doree, alsof ik alles in die... Een beeldstaar, Tink. Ja, een beeldstaar. Ja, top of the beeld. Ja, en anders kom ik die eraf. Vanaf 28 juni is Axo Mama te zien tijdens de Beeldse Aardappelweken.